Ik ben Ibrahim Guten, 31 jaar. En ik werk als servicetechnicus aan verkeersregelinstallaties. Waar jij normaal gesproken moet stoppen bij een rood licht. Nou, daar werk ik aan. Voordat we gaan, nog even wat ophalen in het magazijn. Ik heb de MBO niveau 4 technicusopleiding gevolgd. En daarmee hier terechtgekomen. Wat ik doe zijn storingen oplossen op werklocaties. Dat kan zijn dat die automaat op dat moment in één keer is uitgevallen. Dan moet je erheen, gaan we controleren wat er aan de hand is en dan oplossen. Je hebt zeker veel vrijheid bij mijn werk. In principe rij je in je eentje naar een locatie. En de bedoeling is ook echt dat je die storing oplost. En dat je die tijd ook neemt om het goed op te lossen, dat we er niet nog een keer naartoe hoeven. De verkeerslichten staan in storing. We gaan even kijken wat er aan de hand is. Het allerleukste vind ik eigenlijk het afwisseling. Dat we elke keer met hele andere soorten werk bezig zijn. En ook dat ik bij heel veel verschillende werklocaties terechtkom. Dit is mijn droomjob, omdat ik altijd al leuk heb gevonden om met mijn handen te werken. En eigenlijk complexe of moeilijke storingen op te lossen. En ja, je komt met dit werk wel heel vaak voor dat je tegen dingen aanloopt dat met alleen meten niet uitkomt, zeg maar.